wat is er nou precies gebeurd? Een overval. En u was getuige? En ik was erbij bij de overval. En er kwamen drie gasten binnen. En we dachten eerst dat het een geintje was, dat ze gewoon verkleed binnenkwamen. En er was eentje van de drie. Die had een hamer. Die lag op het bureau. En die schreeuwde wat. En de tweede keer nog een keer. En die schreeuwde meteen geld. En ik stond er na een keer op. En ik pakte mijn stoel en achter die gasten aan. En ze waren in een munt van tijd waren ze weg. Dus, en ze liepen het gebouw uit en eentje die gleed nog uit in de werkplaats. En eentje hij wist niet hoe snel hij ook weg moest. En ze gingen richting Bloemburg.